Bij herberg De Brabantse Kluis in Aalrichsel is woensdag het startsein gegeven voor de uitrol van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Laabeek. Eind 2017 peilde glasvezelaanbieder Mabib de interesse in het buitengebied van Laabeek om aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Voorwaarde voor de aanleg was dat 50% van de bewoners in de vier deelnemende gemeenten hier positief op zou reageren.